Het mooie etablissement naast tennishal De Bikker, de Bikkerie, wordt vandaag officieel in gebruik genomen. Arjan van de Groep, we zitten hier eigenlijk in het vroegere baan 7, maar wat is, is niet meer, hè? Nee, baan 7 is niet meer. Dat is ontstaan vanuit het verleden. Toen waren er buiten 6 banen en toen gingen ze het clubhuis baan 7 noemen. En sindsdien zijn er eigenlijk meerdere banen bijgekomen. En die andere buitenbanen zijn dan baan 8 en 9, 10 en 11 genoemd. En ze hebben baan 7 er elke keer bewust buiten gelaten. Maar ja, dat is nu niet meer. Sinds de verbouwing hebben we het een andere naam gegeven. Dus in principe kan baan 7 nu gewoon buiten neergelegd worden. Want we zitten hier nu in een prachtige nieuwe omgeving. Met ook een nieuwe naam. Met een nieuwe naam. Dus tegenwoordig heet het de horecagelegenheid de Bikkerie. En dat is ontstaan uit de naam eigenlijk van tennishal De Bikker. En ja, in de hal is het op Spakenburg Bikken. En op Spakenburg is het ook Bikken in de vorm van eten. Dus De Bikkerie. Was het heel erg nodig dat er verbouwd moest worden? Het was heel erg nodig, want de accommodatie stond al vanaf 1993. Toen is De Bikker ontstaan. En het heeft 18 jaar gestaan, dus ik liep al een aantal jaren rond met het idee om er een stukje vernieuwing aan te brengen. Ja, zoals een huis moet het ook op zijn tijd geüpdate worden. En vernieuwingen zijn er zeker geweest. Kun je wat dingen noemen? Nou, eigenlijk is het helemaal totaal vernieuwd. Het is helemaal gestript. Vanaf april zijn we begonnen met de nieuwe uitbouw. Die is er aangebouwd, zeg maar. Dat was het vroegere kantoor van mij. En een klein shoppie. En dat is helemaal geïntegreerd in een nieuw gedeelte. En dat is de eerste twee maanden gebeurd, april, mei. In die tussentijd konden we hier in het oude horecagedeelte doordraaien. En vanaf 1 juni is dit helemaal gestript. En toen hebben we een noodsituatie buiten gehad. Tot en met de zomer. En zo'n beetje tot net na de zomer, na de bouwvak. Zeg maar half augustus is dit klaargekomen. Ja, en het is niet alleen binnen, want je kunt ook prachtig in een grote serre zitten hiernaast. Dat is ook aangebouwd of was dat er al? De overkapping was er al. Alleen het terras is helemaal totaal vernieuwd. Dus, en het zeil eraan is er totaal nieuw. We hebben er een soort serre van gemaakt. Alleen ja, we kunnen ook de zaak opengooien als het straks mooi weer is. Dan kunnen de mensen ook gewoon lekker op het terras zitten. En hoeveel leden hebben jullie dat je ook zo'n grote accommodatie eigenlijk nodig hebt? We hebben hier bij de tennisvereniging op dit moment een kleine 900 leden. Waarvan ongeveer 200 jeugdleden, dus ruim 700 seniorleden. En die komen hier na de tennis even een hapje en een drankje doen. Kan dit voor nog meer dingen gebruikt worden? Dat is ook de insteek geweest, dat we dit voor meerdere doeleinden kunnen gaan gebruiken, mits het allemaal een beetje matcht met de activiteiten van de tennisvereniging. We hebben nu twee zalen ter beschikking eigenlijk. Ja, je zou buiten ook erbij kunnen betrekken als een derde soort zaal. We hebben vorige week zaterdag een mooi voorbeeld gehad. Toen de bakkerie van mijn broer, die bestond 12,5 jaar, die had al zijn klanten enzovoort, familie uitgenodigd. Toen liepen hier ruim 250 mensen. Dus en toen kwam deze accommodatie fantastisch tot uiting. Een goede generale repetitie dus eigenlijk? Dat was een hele goede generale repetitie. En daar zijn we echt in geslaagd. Het personeel heeft toen een fantastische prestatie geleverd, onder andere. En die 250 mensen konden we heel goed handelen. Hey, en zijn het alleen maar mensen die uit Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk hier komen tennissen? Of heb je ook heel veel mensen van buiten de plek? Heel veel mensen van buiten de plek maken ook gebruik van de hal. We hebben, 's winters hoef je niet echt lid te zijn. We hebben heel veel mensen uit de omgeving die gebruik maken van de hal. Voor buiten moet je wel lid zijn, maar om binnen te kunnen tennissen mag iedereen daar gebruik van maken. Dus we hebben straks ook het Candlelight toernooi, dat begint 22 december. En daar schrijven jaarlijks tussen de 400 en de 500 mensen in, waarvan zeker, denk ik, 80% van buiten komt. En waar kunnen de mensen zich dan inschrijven? Via de website toernooi.nl. Maar dan maken ze, dat weet elke tennisser weet dat tegenwoordig al te vinden. We hoeven daar niet eens heel veel reclame meer voor te maken. Ze zoeken zelf hun toernooi, ze weten dat het toernooi er is. Het bestaat eigenlijk ook al 18 jaar vanaf het begin van de Bikker. Dus
Dat heeft ook al een historie. En wat gaat er nu straks gebeuren? We gaan straks alle mensen ontvangen die uitgenodigd zijn. Familie, vrienden, sponsors, besturen van andere verenigingen. Je kan ze gek die opnoemen, die zijn uitgenodigd. En dan gaan we om 5:30 een officiële openingshandeling verrichten, buiten. Dan wordt de naam De Bikkerie onthuld door een hele goede vriend van me. En tegenwoordig ook wethouder van sport, Bert Koops. Dus hij heeft het gelukkig willen doen. Hij vond het een eer om te doen. Dus daar was ik heel blij mee en dat past natuurlijk heel mooi. Nou, laten we hopen dat het een groot succes mag worden. En dat we hier over een jaar of 18 weer zitten voor de volgende verbouwing. 18 jaar, nou, daar ga ik dan in ieder geval niet mee maken. Want dan ben ik over de gepensioneerde leeftijd heen. Dus ik wil dan graag het stokje misschien wel overgeven aan, wie weet, mijn zoon. Nou, heel veel plezier en genieten van vanavond, van de opening. Oké, dankjewel. Toen ik hierheen kwam en ik kwam hier binnen, toen schrok ik. Ik denk, nou zeg, ik kom hier terecht in een fantastische tent. En wat, ja, aan mij de eer om hier straks die opening te verrichten. En als ik al die mensen zie en ik hoor wat er allemaal is gebeurd, dan ben ik daar toch wel een beetje verlegen bij. Ik weet natuurlijk niet wat de openingshandeling is, dat heeft Arjan niet verteld, dus het kan best zijn dat hij gedacht heeft dat hem dan maar die opening doet. Wie weet, ik ben benieuwd. Ja, wat is mijn rol hier vandaag? Ik heb het gevoel dat ik hier sta met drie petten. En de eerste pet, dat is de rol van wethouder van deze gemeente, de wethouder sport, als bestuurder. De tweede rol is de rol van ex-sporter, tussen haakjes consument, hier binnen de Bikker. En de derde rol, de derde pet, is dat ik ook graag de vriendenkring, onze vriendenkring van Arjan en Mathilde wil vertegenwoordigen. Maar allereerst als wethouder sport. Als wethouder sport wil ik graag eerst het woord richten tot de stichting Tennishal Bunschoten. Maar ook de vereniging De Eemslag. Meestal zijn wij op openingen als gemeente aanwezig en dan mag ik het woord voeren. En hebben wij als gemeente ook altijd een behoorlijk substantiële bijdrage geleverd aan het geheel. Maar nu! Ik heb de kleedkamers gehoord. Maar u heeft dit gerealiseerd zonder enige overheidssteun. En dat ik toch de opening mag verrichten, is dat best wel een eer. Geheel uitgaan van eigen kracht. En dat is ook de boodschap die wij ook vanuit het kabinet meekrijgen. Niet meer kijken naar de ander, vanuit eigen kracht met elkaar bezig zijn. Geheel in lijn ook met het thema wat vaak bij jullie langskwam. En dat thema dat werd altijd verwoord in een voorwoord in het clubblad door ex-voorzitter Gijs Koelewijn. Hij gebruikte altijd bovenaan stond samen sterk, samen Eemslag. En dat is ook wat we vandaag hier zien. Het is belangrijk om als vereniging een clubhuis te hebben. De Eemslag is een grote vereniging. Waarnaast presteren ook veel aandacht is voor recreëren. Waar ook veel aandacht is voor samenhang. Waar veel aandacht is voor gezelligheid. Er wordt veel georganiseerd voor jong en oud. En complete gezinnen komen hier om te tennissen. En met elkaar een bakkie doen. Na de toespraak moest wethouder Koops de opening verrichten door deze bal te raken. Waarna de nieuwe naam onthuld zal worden. Na een aantal pogingen was het dan raak en werd de nieuwe naam zichtbaar. Felicitaties voor Arjan en de voorzitter van de tennisvereniging. En wij spraken met de wethouder. Bent u trots? Ja, ik ben trots. Ik heb het net ook gezegd in mijn woordje. Dat ik trots ben natuurlijk op een vereniging die vanuit eigen kracht met elkaar zoiets heeft gerealiseerd. En dat is toch ook bijzonder en dat is ook de kracht van deze gemeenschap. En ik denk dat iedereen trots is als je mensen kunt ontvangen en hier kunt laten sporten. Denk je dat het een extra stimulans is om te gaan tennissen ook bijvoorbeeld?
Ja, nou, het is in ieder geval wel een stimulans om met elkaar dingen te doen. En dat kan natuurlijk met elkaar eten zijn en met elkaar drinken en met elkaar sporten. En dat is ook altijd goed. Ik denk dat het dat is ook het, zeg maar, het kenmerken van een vereniging om met elkaar dingen te doen. Je was zelf hier ook vroeger sporter, nu niet meer? Nee, in ieder geval niet actief. Je bent natuurlijk als wethouder sport ben je natuurlijk sowieso erg betrokken bij de sport. Maar dat heb ik vanuit mezelf ook al wel. Ik heb na mijn voetbalperiode ook een tijd getennist. Dan wel zeg maar meer op de donderdagavond met een stel vrienden. Op dit moment kan het helaas niet, maar nou, het was heel leuk om hier te zijn. En het doet me dan ook goed om hier dan ook als gast te zijn vandaag. En daarnaast, ja, is natuurlijk, dat is mijn derde pet en dat is zeker misschien wel de belangrijkste, is dat ik het ook heel erg fijn vind voor Arjan en Mathilde als vrienden van jongs af aan, dat zij toch deze mijlpaal hebben mogen bereiken. En je gunt ze en ik gun ze dat echt van harte. Ja, nog één vraagje. Je zei in je toespraak over dat de gemeente financieel niks heeft bijgedragen. Maar wat was dan de rol van de gemeente in deze verbouwing? Nou, de rol van de gemeente was vooral ook zeg maar toeschouwer en ook een stukje enthousiasme laten blijken. Ik vind het goed dat verenigingen ook onafhankelijk kunnen zijn en kunnen vanuit de overheid. En op dit moment zijn de middelen natuurlijk niet toereikend om datgene te doen wat we jarenlang hebben kunnen doen. En daarom is het ook zo belangrijk dat verenigingen het zelf oppakken. En dat bedoelde ik met eigen kracht. Met elkaar iets verwezenlijken. En dan zie je dat dus, zeg maar, de rol van de overheid niet altijd bepalend is om iets te kunnen realiseren.